Vandaag met de kick-off geven we het startschot van de 7e editie van onze BERT-wedstrijd. BERT staat voor Belgian Railway Competition for Technicians. Het is dus de bedoeling dat de leerlingen een systeem ontwikkelen dat eigenlijk aan de reizigers meldt als er een trein in doorrit is. Het is zo dat wij al systemen hebben die treinen aankondigen in de stations en aan de stopplaatsen, maar dat zijn systemen die niet mee geëvolueerd zijn met de maatschappij. Ik hoop echt waar dat ze dit jaar eens iets vinden dat niet zozeer hoogtechnologisch is, maar zijn oplossing vindt in de eenvoud. 16 mei nodigen we ze graag uit op de finale in Trainworld. Het is vandaag de 7e editie, de finale van BERT. We hebben 15 finalisten die allemaal elkaar wel waard waren met een project rond beveiligingssysteem aan de pylons. Wij hebben als oplossing voor de BERT-wedstrijd eigenlijk een licht doorlatende en een drukgevoelige tegel ontworpen. Die tegel zou eigenlijk ter vervanging moeten zijn van de huidige open tegel die naast de perron ligt. Wel, wij zijn al een klein beetje gewoon eigenlijk om projectwerk te doen met onze leerlingen. Maar de BERT-wedstrijd van NMBS was eigenlijk echt ook eens een goed moment om het nog eens extra uit te testen. Dus we zijn eigenlijk begonnen met onze brainstorming. Dan zijn we ook tot het besluit gekomen dat het moeilijk zou worden om met de hele klas aan het project te gaan werken. En hebben we ons eigenlijk opgedeeld in 4 groepen. Het licht, het geluid, de maquette en de app. We hadden zuerst een concept erstellt, met dem we dan ook teilweise gearbeitet hebben. Später sind we dan zu verschiedenen Vereinen gegangen, und zwar zu Blinden und Tauben. Die konnten uns dann auch weitere Tipps geben, welche wir dann auch, sag ich mal, beherzigt haben. Und ja, so ist dann unser momentanes Projekt entstanden. Als spoorwegen is de BERT-wedstrijd van enorm belang, omdat we heel veel technische profielen nodig hebben. En om die profielen te kunnen vinden, moeten we verschillende kanalen aanspreken. En de BERT-wedstrijd is dan een ideaal kanaal om jongeren te kunnen enthousiasmeren om later eventueel ook hun geluk bij de spoorwegen te vinden.